Goedemorgen. Goedemorgen. Dag 5, we zijn ondertussen niet meer in Champagne, maar in Bourgogne. Dichtbij Boom, dus vrijwel in het midden van Bourgogne. We starten de dag in het Cahoo om eens te kunnen zien wat voor wijnen hier allemaal zijn en waar we moeten zijn om iets lekkers te proeven. De eerste crémants gescoord. Ja, in Cahoo hier. En ze hebben verschillende crémants. Ze hebben crémants de Bourgogne rosé en ook rode. En ze hebben ook een aantal schuimwijnen hier, waar dus niet crémant op staat, omdat het geen crémant is, maar een vin mousse. En dat is dus eigenlijk het goedkope broertje, dat niet gemaakt is volgens de méthode traditioneel, maar eigenlijk gewoon de witte wijn met daarna spuit erin gespoten, zoals ze met water doen eigenlijk. Hè. Dus, daar zijn we niet voor gegaan. Dat hebben we niet gekocht. Wel hebben wij gekocht rode crémant. Bijzonder. Ja. Pinot Noir, zelfde druif als champagne, zelfde vinificatiemethode als champagne. Dus benieuwd wat het verschil zal zijn. Ja, het kan niet altijd champagne zijn. Hè? Dus wij klinken hier nu met crémant de Bourgogne. Onze eerste. En we eten ook Bourgondisch. Namelijk? Escargots. En bœuf bourguignon, typische streekgerechten van hier. Voor de Bourgogne-kenners, Cottebon is waar wij logeren. Wij komen nu van hier en zijn daarnet deze rit doorgereden om hier in Montély wijnen te proeven. En dit ligt naast het gerenommeerde Meursault. Volnay hierboven, Pommard hierboven, Alox Corton hierboven, you name it. Het ligt hier. Bonjour. Vous avez l'appellation Montély et en fait tout ce qui est haute côte démarre depuis Alox Corton jusque sur l'étude de Centenay et des Maranges et c'est les parcelles qui sont situées en retrait de la côte. Tout ici c'est la côte et les hautes côtes c'est les parties au-dessus. Donc c'est plus tardif, mais c'est pas plus haut en altitude, c'est vraiment la localisation géographique. En dan wil ik nog de groetjes doen aan Roman. Des terres argileuses, des terres plus profondes, du coup qui sont plus abondantes souvent. Après, vous avez tout ce qui est le coteau. Et la localisation des premiers crus, souvent, elle se fait à mi-coteau. C'est là où c'est le plus intéressant. C'est là où on va engendrer le plus d'ensoleillement. Et en même temps, c'est là où les sols sont le plus intéressant. C'est ni trop... comment dire... C'est les terres les plus intéressantes. C'est vraiment là où on va avoir le plus de maturité. Ouais. C'est surtout ça. Ah, ça va être bien, ça va pas. Et après, on va jouer sur la façon de soutirer. C'est-à-dire que soit on va soutirer et protéger le vin de l'oxygène, soit sinon on va soutirer et lui apporter un peu plus d'oxygène, ou alors on va faire des collages, ou on va faire des choses comme ça pour encore améliorer la qualité à chaque fois du vin. Donc c'est intéressant de déguster en fût, en cuve et après en bouteille. Ouais. Voilà. Nog niet op fles, geoogst in 2020, zit nog in vaten en ze zijn nu beetje bij beetje aan het denken om die op fles te gaan trekken. Alors, Bourgogne. Een Bourgogne, voilà. 2020. C'est le même... C'est le même que vous avez goûté là, mais ça c'est le chêne hiver. Dan met die spuit. Dezelfde wijn als de vorige wijn, maar op Amerikaans eik was ze hier niet meer gaan doen, omdat het toch niet correspondeert met de type wijn dat ze hier maken. Donc le même cuvée en chêne français. C'est sur un chêne de 2018 aussi, le même type de chêne. Parce que l'année va jouer aussi.
eerste dag Bourgogne en we zijn een beetje amazed van hoe mooi het hier is. Je ziet achter mij verschillende heuvels en de wijngaarden liggen echt alle richtingen uit. Dat maakt Bourgogne net ook heel ingewikkeld, heel moeilijk, maar ook heel interessant en veelzijdig. Die verschillende heuvels hier, met dat lappendeken aan ondergronden uit verschillende tijdperken, komt niet zomaar. Dat komt omdat specifiek in deze streek Côte de Beaune, daarboven Côte de Nuit, daaronder Côte Chalonnais, heel Bourgondië eigenlijk. In deze streek is er een soort van vallei waar die ontstaan is door, en nu komt de grappige term, door de opheffing van de Alpen. De Alpen hebben zich opgeheven op een bepaald moment, waardoor breuklijnen ontstaan zijn. Ja, aan de andere kant van de Alpen, daar weten we niks van. Maar aan deze kant in Frankrijk dus wel. En die breuklijnen hebben ondergronden naar boven doen komen, die anders nooit boven zouden komen. En dat heeft als gevolg dat hier dus van alles door elkaar aan de oppervlakte gekomen is, waar die druiven van profiteren. En dat van alles door elkaar betekent niet alleen klei en mergel en zand en kalk, maar betekent ook verschillende tijdperken, zoals de tijd uit de Jura hier. Dat is het secundair. In de meeste wijnstreken heb je gronden uit het tertiair, soms kwartair, maar tertiair. En hier heb je secundair, super oude grond. Alors, le vin que vous goûtez est ici, oui. Et nous on est situé là. Oui. Het is bijna 5:30, maar onze werkdag zit er nog niet op. Om 6:00 worden wij verwacht bij de derde boer hier in Bourgogne. En avant, marche! C'est 158 kilos, c'est une bouteille, quoi. Oui. Oui, mais c'est mignon. Oui, donc on peut le déplacer, c'est, ouais, c'est sympa. Et de là, il vient 10 bouteilles. 1000 bouteilles. 1000 bouteilles, oui. Ça, c'est sympa. Ah. Ouais. Que je viens d'acheter. Oh, cool. Et le reste, c'est aussi en béton. Donc c'est tout du béton. Donc on fait une vinification ici, on a